Goedemorgen. Dit is het weerjournaal van woensdagochtend 10 juli bewolking breidt zich over Nederland uit. Met name in het oosten en zuidoosten van het land breekt vanochtend de zon nog af en toe door. In het westen van het land blijft het vandaag waarschijnlijk heel de dag bewolkt. Met van tijd tot tijd ook een spat regen. Dat is dus ook vanochtend al het geval. Temperaturen tussen de 13 en de 16 graden. Onder de bewolking is het het uh, warmst. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen bewolkt. Met uiteindelijk van tijd tot tijd ook wat lichte regen of motregen op veel plaatsen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Met ook af en toe een glimp van de zon. temperatuur op de meeste plaatsen rond 20 graden. Graden. Vanavond is het overal bewolkt, met met name in het noorden wat regen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk anders uit: dan zitten we in de warme lucht, met dan temperaturen tussen 20 en 25 graden. In de loop van de dag ontstaan er verspreid buien, met met name landinwaarts kant op een klap onweer. Ook vrijdag kunnen er landinwaarts regen- en onweersbuien vallen. Aan de kustprovincies zal het het meeste, tijd van de, meeste van de tijd wel droog zijn. Temperaturen dan wel wat lager. Ook in het weekend temperaturen rond de graad of 20. Met dan zaterdag nog kans op een bui. Zondag is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Ik ben Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.